is de eerste keer dat we Parkinson Café Rotterdam en omstreken, dat wil ik wel even bijzetten, en omstreken, hier in Spijkenisse houden. En we hopen dat in de toekomst ook nog wat vaker te doen. We hebben voor deze eerste keer Wim Snijders uitgenodigd. Dat is een logopedist en stemtherapeut die heel veel verstand heeft van Parkinson en die iets komt vertellen over het gebruik van de stem. En daarnaast vinden we het ook heel erg leuk en gezellig en slim om zelf die stem te gebruiken door te zingen met de Walvangers uit de Rotterdamkapelle. Rotterdam. Nu gaan schelden hoor. Sorry. Dus wat we eigenlijk dachten is dat we eerst even een beetje opwarmen met de Walvangers. Dat we een leuk een beetje op de stemming komen. Dat we dan een beetje bijkomen en dat we dan Willem aan het woord laten en laten werken. Daarna doen wij gaan de Walvangers weer verder. En dan kunnen we ondertussen een kopje koffie of een frisje nemen en napraten. Onder het genot van muziek en dergelijke. En het niet zo schillen. Ja, ik wilde nog meer vertellen, maar ik ben vergeten wat het was. Dan ga ik zo als ik achterover zit ook even over nadenken wat het ook weer was. En dat horen jullie vast wel weer in de tussentijd. Ja? Dus dan wil ik te beginnen de Walvangers eventjes de presentatie van Willem. Henry van der Dussen van Boxen in Rotterdam aan het woord wil laten. Maar ik ga eerst het woord geven aan Wim Snijders. Het is wat makkelijker, dan kan ik wat rondlopen. Ik genoten van jullie muziek. Het is geweldig. Leuk om te zien. Ik ben Willem Snijders, ik ben logopedist. Bijna 40 jaar, dus ik loop al een tijdje mee. Ik heb een praktijk in Hellevoetsluis, in Erikshand, in het ziekenhuis. En begin volgend jaar komen we ook hier naar Spijkenisse in het medisch centrum hier. Om van daaruit logopedie te gaan verzorgen. Wat doen logopedisten? Logopedisten helpen mensen met stem, spraak, taal en gehoorstoornissen. En het gros van mijn team, wij zijn met z'n negenen, zijn logopedisten die zich bezighouden met kinderen. Maar ik ben een klinisch logopedist, ik werk met volwassenen, ik werk met mensen met de ziekte van Parkinson, mensen met MS, mensen met slikproblemen, mensen met afasieën, met verroerdheid gekregen, mensen met stotteren, stemproblemen. Nou, en ik kom vandaag met de Parkinson bril kom ik naar u toe en probeer u te vertellen wat wij als logopedisten doen voor mensen met de ziekte van Parkinson. Parkinson, er is denk ik geen ziekte, geen aandoening die zo helaas zo aan het groeien is aantal mensen per jaar, wat er telkens bij komt. Je schrikt ervan. U heeft wellicht de uitzending gezien. Ja, dan krijg je zo'n stem zoals vroeger Jozef Lunt. Zo'n stem die stijgt en steeds de hoogte is. En daarmee heb je eigenlijk gelijk al te pakken wat je als Parkinson patiënt zou kunnen doen om je stem weer terug in het gareel te krijgen. Daar is er een therapie voor en die heet de PLVT, de Pitch Limiting, dus de toonhoogte limiting, voice therapy, een therapie waarbij je probeert om je stem weer omlaag te krijgen. Omlaag, luid en laag. Wij trainen dan de mannen, maar ook de vrouwen, maar vooral de mannen, met proberen luid en laag te gaan praten. Want, let op, als ik luid en laag ga praten, dan klinkt dat een beetje overdreven. Als je het mij zo hoort, dan denk je toch, man, doe toch normaal, wat doe je dik, hè? Maar als iemand Parkinson dat doet, met luid en laag, dan keert hij weer terug naar zijn eigen stem. Parkinson, en ik heb een collega, fysiotherapeute, Christine Dijkstra, een hele goede fysiotherapeute, die zegt, Parkinson legt een soort deken over je motoriek heen, over alles heen. Dus wil je iets verbeteren, iets veranderen, moet je overdrijven. Moet je dingen steviger aanzetten. Wij moeten dus als mannen, willen wij proberen onze oude stem weer terug te krijgen, moeten we naar luid en laag. Hoe werkt dit? We nemen een siliconenslang, 40 centimeter lang. We hebben een flesje met een vuist hoeveelheid water. Ik stop dat slangetje erin en ik stop hem er 2 centimeter onder de waterlijn. Dus ik hou dat slangetje, dat hou ik 2 centimeter en duim dicht. Dat is het verhaal, duim dicht. En
die duimdikte gaat onder het water. Vervolgens zet ik het andere eind van het slangetje aan mijn mond. En wat ga ik doen? Alleen maar... de mist horen. Ademhalen bij Thijs. Het is geen wedstrijd verplassen, dus het is gewoon bij Thijs ademhalen. En zo 2 minuten aan de gang gaan. Wat merk je dan? Het is fitness voor je stem. Hè? Want je stem wordt nou gedwongen om zijn lucht door dat slangetje, door het water. Het wordt allemaal een tandje zwaarder. En zodoende wordt er aan die stembandspier die in die stemband zit, wordt er getrokken. Die stemband die gaat daardoor beter sluiten. En ik kan u garanderen dat als u dit bubbelen, als u dat een aantal malen op een dag doet. En u bent in staat om dat een minuutje te doen. Maar bijvoorbeeld 5 tot 10 keer per dag een minuutje. Dan heeft je stem daar zoveel fitness training van gekregen. Daar wordt je stem steviger en helderder door. Dus zeker voor jullie is dat thuis. En je kan met een stief oog kun je kijken naar je mobiel. Doe ik het goed of niet? Heeft 2 enorme voordelen. Je hebt een continue terugkoppeling, feedback van of jij het goed doet. Dat is voordeel 1. En voordeel 2 is... Je laat eigenlijk voortdurend ook zien dat je aan het oefenen bent. Dus je bent al onafhankelijk van een partner die zegt, joh Hans, ga nou eens oefenen. Ja, dit is je oefen-app. De stemtrainer-app van het Radboud UMC. Is helaas niet gratis, kost een tientje. Moet je afrekenen in de App Store. Maar is een geld dubbelend waard als je ziet wat je ermee kunt. Maar je gaat meer. Je doet oefenen, ja? Je kent ze wel, sommige kinderen die gebruiken ze. Het is ook een spelletje tegenwoordig geworden, deze beugeltjes, om daarmee gekke woorden te zeggen als neem mij maar mee of mama, hè, woorden met een PBM. Maar wij gebruiken deze beugels voor het oefenen, trainen, een beetje van de kracht van je lippen om je lippen niet te houden. We werken met lipspreiders, waarmee je ook de horizontale kracht van je lippen kan trainen. En zo hebben we wat hulpmiddelen om die speekselbeheersing op gang te brengen. Er zijn ook cd's waar je geconditioneerd wordt om op een bepaald pingetje te gaan slikken. Ik kom toch met kaartjes hier. Het is voor u, het is voor mij mijn werk. Mocht u belangstelling hebben om te kijken of ik voor u als logopedist iets kan betekenen op het gebied van stem, spraak, taal, mimiek, slikken, dan kunt u zich bij ons aanmelden. Logopedie zit in het basispakket. Daar betaal je basispremie voor. Hoef je niet aanvullend voor te verzekeren. Basiszorg. Het kost je alleen je inzet. En natuurlijk je eigen risico. Maar daar zijn we toch vaak al in het eerste kwartaal van het jaar doorheen met onze filmpjes. Ja? Dus ik heb dadelijk hier wat kaartjes. Mochten mensen zeggen, ik wil zo'n bubbelslang... dan ben ik van harte welkom. Als u mij 2 euro per slang heeft, want dat is wat ik er zelf ook aan kwijt ben, dan kunt u zo'n slang meenemen. Zijn er vragen over de rol van de logopedie bij de Parkinson? Dus daar. Meneer. Ja, ik moet voor mijn werk nog vaak voor groepen staan. En sinds een paar jaar krijg ik dan het verzoek van de groep van Jokke Jor Harde Praat. Terwijl daarvoor had ik al zonder microfoon zoals jij. Ja. En het verschilt van dag tot dag. Soms gaan dagen gewoon goed en dan is je stem er. Soms is die gewoon wat hees en wat zachter. Ja. Op het moment dat ik een moment heb dus dat die wat zachter is. Is er een quick fix dat ik mezelf toch even die stem goed kan krijgen? Ja, er is een quick fix en die kan ik jullie vertellen. Dat is, meneer vraagt of er een quick fix is om een stem een beetje gewoon even snel te pimpen. Even op de jutten. Die quick fix is, dan moet je alleen zorgen dat je even alleen bent. Want anders, als het busje langs komt rijden, zit je zo in de rood. Je neemt er voor Portugal was, denk ik. Ja, pas op hoor. Je neemt je knuisten. U mag het filmen, maar zit het niet. Zo. Nog niet genoeg. Nog niet genoeg? Zo blijft het. Zo sweet. Oké, ik had het. Goedemiddag allemaal. Nog één.
Welkom allemaal. Ik ben hier voor het eerst aanwezig. Ik heb zelf iets van 2 jaar geleden een diagnose Parkinson gekregen. Daarvoor was ik een hardloper. Ik liep een paar marathons per jaar en was er ook heel fanatiek in. Ik trainde iets van 60 tot 90 kilometer per week. En dat werd steeds moeilijker. Ik kan nog wel hardlopen, maar niet meer zoals vroeger. En ik vind het ook niet meer leuk eigenlijk. Dus ik was op een gegeven moment op zoek naar een andere sport om te doen. Want bewegen moet ik, dat heb ik altijd gedaan. Dus ik kwam op een gegeven moment bij boksen uit. Goede verhalen gelezen op een site over de boksinitiatieven die in Amerika zijn. Box Steady Boxing. Daarna doorgezocht van wat kan ik in Nederland doen. Nou, toen bleek het in Arnhem en Ede te zitten. In Den Bosch, in Purmerend, maar op plekken heel erg ver weg. En ik had zoiets van, ja verdorie, waarom kan ik dat nou niet in Rotterdam doen? Nou, dan heb ik gelukkig contacten. Mijn schoonvader is bokser. De beste man is 70, maar zo fit als wat. En is ook nog lid van een boksschool. Dus dat contact heb ik aangeboord en gekeken van, joh, kunnen wij niet wat opzetten in Rotterdam? Maar ja, de simpele vraag, wat ga je doen dan en hoe ga je boksen met Parkinson patiënten? Ik ben zelf een paar keer mee geweest met hem. En dan blijkt toch dat ik te langzaam ben en te traag en te moeilijk bewegen en niet met normale mensen kan boksen, want dat is voor mezelf niet leuk, maar ook voor de anderen niet. Dus toen zijn we eens gaan kijken in Ede wat ze daar doen. En dat was heel inspirerend, omdat je daar allerlei mensen van allerlei allooien aantrof die allemaal wel Parkinson hebben, maar hun eigen problemen en eigen uitdagingen, maar allemaal leuk mee kunnen doen met die training. Dus die training was, wat ik heb meegemaakt een paar keer, heel afwisselend, heel uitdagend ook. En voor iedereen goed te doen. Dus wij hadden zoiets van, ja, dat willen we in Rotterdam doen. Toen hebben we boksschool Gerard Bok in Rotterdam-Noord bereid gevonden om de ruimte beschikbaar te stellen. En daar heeft Gerard Bok wel bij gezegd van, ja, ik heb geen capaciteit om deze mensen training te geven. Dus dat moet je zelf regelen. Dat hebben we opgepakt, die handschoen. Dus ik heb inmiddels 3 mensen bereid gevonden om training te geven. Die zijn nu bij de Amerikaanse organisatie Box Steady Boxing aan de slag gegaan om die training skills te leren. Als het goed is zijn ze er half december mee klaar. En dan kunnen we ergens in januari van start om met mensen echt trainingen te gaan verzorgen. We mikken op een eerste groep van 15 man. Ik heb er iets van 12 of 13 belangstellenden, maar ik kan altijd meer gebruiken natuurlijk. Dus als jullie belangstelling hebben, laat even... ik zit hier vandaag de hele dag op tap bij. Laat even je adres achter en dan houd ik je op de hoogte wat we gaan doen. Wil je gewoon op de hoogte gehouden worden, hetzelfde. Dan zet je gewoon op een mailinglijst en dan kun je zien wat we doen. En als het ooit zover is en je wilt boksen, dan weet je hoe te vinden. Misschien goed om even aan te geven, daar zit aan die tafel zit Ed. Hij staat nu. Dat is een van de vrijwilligers die bokstenen hebben gegeven. Ed heeft zijn hele leven ook gebokst. De andere die zal ik via de site voorstellen. Dan kun je ook zien welke mensen het zijn die erachter zitten. Ja, ik hoop dat hier ook mensen onder zijn die denken van, nou, het is wel wat voor mij. Laat je niet te snel afschrikken, want dan had ik in het begin misschien zelf ook, ja, boksen zeg. Jeetje, is dat wel te doen met mijn motoriek? Nou, dat blijkt dus echt zo te zijn. Dus laat je niet te snel afschrikken. Het is een hele afwisselende training. Je wordt er ook goed moe van. En het blijkt uit allerlei onderzoeken die ze ook gedaan hebben, maar ook alle leuke filmpjes die je op internet kunt vinden voor bokstrainingen. Het blijkt dat het ook echt wel effect heeft voor je motoriek. En daar ook echt verbeteringen aan brengt. En je mag natuurlijk nooit de wonderen verwachten, want dat ligt aan jezelf. Of dat je hard genoeg traint, of dat je misschien aanleg hebt, of dat je toevallig geluk hebt dat het voor jou aanslaat. De anderen hebben dat misschien niet. Maar over het algemeen is het beeld wat ik ervan heb, is gewoon heel erg positief. En wat ik heb meegemaakt van de training waarbij ik zelf ben geweest, het is gewoon super leuk met elkaar te doen. Omdat je met een groep gelijkgestemden zit die allemaal zo'n eigen uitdaging hebben. En dat maakt het leuk om met zo'n groep te trainen. Nou, mocht iemand interesse hebben of vragen hier op de plekken, interesse kun je me bij achterlaten. Mocht iemand vragen hebben, dan houd me daar graag voor aan.